Hoi en welkom bij weer een nieuwe Planning With Me, deze keer voor de maand maart. Ik moet zeggen, ik wist een beetje niet zo heel goed wat ik moest doen. Ik had sowieso wel in mijn hoofd dat ik iets qua bloemen wou doen of planten. Ik weet, het is een beetje mijn go-to voor dit soort maanden, maar ik vind dat altijd gewoon een mooi effect. En toen dacht ik, wat nou als we gewoon gaan kijken wat de bloem van de maand is. En dat is in dit geval de narcis. Ik ga in dit geval waterverf gebruiken, maar zoals ik net al liet zien, de Crayola Supertips. Er zitten ook de perfecte kleuren voor in voor deze tekeningen op die manier te maken. En ik doe deze stiften ook gewoon verder rest gebruiken in mijn spreads dadelijk met de tabblaadjes. En hè, wanneer ik het daadwerkelijk ook de spreads ga gebruiken met mijn trekkers en dergelijke. Dus je kunt wel ook eventueel die kant op gaan. Ik heb dus van tevoren allerlei verschillende narcissen hier opgetekend. En ik weet het, narcissen heb je ook in een andere kleurcombinatie. Maar ik vind persoonlijk de geel met oranje toch altijd wel het mooiste. En ja, eerst dacht ik dat ik misschien de hele lichte kleur geel moest hebben. Maar ik kwam wel achter dat er echt iets te flats was. En dan zijn die bloemen absoluut niet. Dus ik ga hier overheen met een andere kleur geel. En ik heb expres vanuit een ander waterpalet andere kleuren, oranje en geel en groen, erbij gepakt om ervoor te zorgen dat ik op die manier wat meer opties heb en wat meer tinten heb. Ik doe het expres gewoon echt opbouwen, dus de lichte kleur oranje gebruiken als basis en dan met de donkere kleur eroverheen en daarin kleine accentjes toe te voegen, dus kleine streepjes erin te zetten, vouwlijntjes van blaadjes, dat soort dingen. Het geel zelf, echt oranje erop gebruiken, vond ik iets te extreem, dus ik doe expres wat klein beetje oranje bij het geel toevoegen om op die manier de perfecte kleur te krijgen om ook daarmee wat extra details toe te voegen in de tekening zelf. Ik vind geel en oranje eigenlijk altijd al een mooie kleurencombinatie. Geel is ook een tijdje ook echt mijn kleur geweest. Het is nog steeds op zich te zien in mijn woonkamer dat geel mijn kleur is. Maar ik hou gewoon van de kleur, dus ik dacht, we gaan er gewoon volledig voor. Omdat ik het niet helemaal wit wou hebben, dacht ik, craftpaper erbij is altijd een goede gok. En hier heb ik persoonlijk inmiddels wel spijt van. Ik had liever gehad dat ik echt meer een border-achtig iets had gedaan in plaats van dit zo gescheurde. Maar het concept daarvan was in ieder geval van dat de bloemen uit de pagina groeide, als het ware. Dat was het idee, dat was het concept. Ja, persoonlijk had ik het liever toch net als een border gedaan. Zoals ik afgelopen maand ook had gebruikt in februari. Alleen dan echt gewoon met craftpaper. Ik ben nog steeds wel blij met de titelpagina. Maar nou op terugkijken denk ik wel, oké, misschien had dat iets rustiger geweest. Voor de maandkalender heb ik deze keer alle hokjes los uitgetekend. En tussen alle hokjes zit steeds een halve centimeter tussenin. De hokjes zijn 2,5 bij 2,5 en ze zijn afgerond. Terwijl ik hiermee bezig was, dacht ik in het begin nog, misschien doen we deze gewoon helemaal inkleuren. Of dat nou met verf is of met de stiften. Maar uiteindelijk dacht ik, het is misschien wel leuk om hier gewoon ook craftpaper voor te gebruiken. Dus ik heb eerst allemaal losse lange strips gemaakt. Die weer tot vierkantjes gedaan. En met die speciale punch hole met afgeronde hoeken steeds 4 of 5 tegelijkertijd erin gedaan. En op deze manier al deze losse blokjes te kunnen creëren. Je bent er even mee bezig, maar ik vind wel dat het eindresultaat er mag zijn. Het past er perfect bij en het heeft er ook voor gezorgd dat het een soort basis is die ik door de rest van de pagina's ben gaan gebruiken. Ik heb uiteindelijk 2 hele velletjes craftpaper gebruikt, dus je hebt ook niet heel veel nodig ervoor. Je kunt er best wel veel uithalen, heel simpel gezegd. Gaan we voor nu door naar mijn trekkerpagina. Allereerst voor de habit trackers heb ik deze kleine mini kalendertjes uitgetekend. En die doe ik gewoon eventjes los overtrekken met een zwarte pen. Zodat er losse hokjes zijn. En ik wil dadelijk gewoon om mijn habits bij te trekken. Gewoon steeds met de stift een punt te zetten als ik die dag dus de habit wel of niet heb gedaan. En voor de onderkant heb ik deze keer besloten de mood en sleep tracker samen te doen. Zoals je ziet aan de linkerkant en aan de rechterkant zit een soort balkje. En die is om aan de ene kant dadelijk weer te geven qua uren slaap.
en aan de andere kant van de mood tracker. En de slaap kan ik dan gewoon hetzelfde bijhouden als ik voorgaande keer heb gedaan. Dus door een puntje te zetten bij het aantal uur. En de mood tracker kan ik op deze manier inkleuren door te kleuren tot het lijntje van die dag van wat mijn mood was van die dag. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik hier precies mee bedoel. Maar dat is in ieder geval het idee erachter. En ook op die manier komt er in een latere fase nog wat meer kleur op de pagina zelf. Dus voor nu laat ik hem even best wel basic met alleen één kleine bloem hier links in de hoek. Omdat ik weet dat er dadelijk gewoon nog meer kleur toegevoegd gaat worden naarmate ik de mood tracker zelf ga gebruiken. Zoals je hier inmiddels kunt zien aan de rechterkant zie je steeds de tabbladen. Die heb ik allemaal van tevoren gemaakt. Hetzelfde concept als voorgaande maanden. Dus in dit geval 5 stuks van 3,5 en eentje van 3 zo uit mijn hoofd breed. En 1,5 centimeter diep maar in de pagina zelf. Ik heb de express mooi oplopend van kleur, dus van licht naar donker gaan, zodat het mooi afsteekt. En zoals ik al zei, dat zijn diezelfde Crayola supertips die je in het begin van de video hebt gezien. Omdat de eerste pagina maar 5 dagen heeft, kunnen we hierdoor een wat grotere tekening toevoegen. Dus die doen we hier als eerste toevoegen. En met betrekking tot de banners van de dagen heb ik ook weer kraftpaper erbij gepakt. Dit zijn stripjes van 5 centimeter lang en 1 centimeter breed. En ook deze is in de hoekenpunch geweest, in elke hoek. Om ervoor te zorgen dat deze ook deze afgeronde effect eigenlijk krijgt. Hoewel ik alle banners van de dagen steeds hetzelfde hou, wil ik wel wat afwisseling. Dus ik doe steeds een iets andere speling in hoe de dagen van de week opgeplakt zijn. Dus de ene keer zie je, nou zit de tekening hier rechts onder in de hoek. Daar zit hij weer op een andere plek. Om op die manier toch meer een iets dynamischer, iets apartere weekspreads te creëren zonder dezelfde hele tijd. Ik merk dat als ik heel de tijd hetzelfde doe, dat ik dan iets minder intensief het ga gebruiken. Ik weet niet waarom, misschien omdat het me minder prikkelt. We zullen zien in ieder geval. Februari heb ik wel gebruikt, ook al was die wat minimalistischer. Maar het past ook wel met hoe en wat ik daar die maand nodig had. Dus dat scheelt ook alweer. Ik moet wel zeggen dat het maken van al deze weekly spreads wel even wat tijd kost. En zeker natuurlijk met het verven. Maar terwijl ik hiermee bezig was, was de nieuwe seizoen van You nog niet zo heel lang uit. Dus die heb ik mooi aangezet en die staat de iPad hiervoor, mijn journal. Dus die zit ik tussendoor gewoon te kijken. Heeft iemand hem nog meer gezien? Ik heb ze inmiddels alle 5 gekeken. En degene die ik dacht dat het zou zijn, was het ook. Dus het was op zich geen aangename verrassing, maar het was wel... Het is een ander soort seizoen dan normaal in ieder geval. Dat sowieso. Maar ik vind hem wel leuk. Overigens wat ik ook afgelopen maand heb gekeken en ook hilarisch vond was Lockwood & Co. Dus ja, als je een beetje van een mix van Sherlock Holmes en Ghostbusters houdt, moet je die eens kijken. Die is wel, ik vind hem wel komisch. Ik heb de boeken inmiddels ook allemaal gelezen. En het is wel een leuke serie. En ik moet zeggen, ik ben de boeken gaan lezen omdat ik niet van cliffhangers hou. En de laatste tijd Netflix meestal na 1 seizoen er al mee stopt. Dus ik wou weten hoe het verder ging. Dat zegt al wel genoeg, toch? Hoe en wat het ging. Nou, om nog echt eventjes de datum zelf aan te geven, heb ik hier allereerst deze ronde stickertjes. Die komen van AliExpress af al. Ik denk dat ik die inmiddels al jaren heb. Echt letterlijk jaren. En ook hierin doe ik steeds afwisselen van licht naar donker. Dus die doe ik als eerste hier even aanbrengen. En daarna heb ik nog deze cijferstickertjes. Deze komen van een Oopsbag van Plan With Kate van Etsy af. En deze waren gewoon perfect formaat omdat deze precies in de cirkeltjes paste. En dat er ook nog wel een border als het ware er rondomheen zat met die kleur. Heel simpel. Ook dit is wel weer even een werkje waar je eventjes mee bezig bent. En ik heb een tijdje geleden speciale pincet hiervoor gekocht. En natuurlijk, terwijl ik die nodig heb, kan ik ze opeens niet meer vinden. Ik weet gewoon echt niet
waar ik die dingen heb neergelegd. Dus in plaats daarvan gebruik ik gewoon weer mijn eigen pincet. Ik ga ze uiteindelijk vinden, jongens. Ik ga ze uiteindelijk wel weer vinden, maar voor nu ben ik ze gewoon weer even kwijt. Dezelfde methode doe ik toepassen hier bij de dagen van de week. En daarmee zijn eigenlijk mijn spreads alweer klaar. Laat ik jullie nog even het eindresultaat zien. Allereerst de titelpagina. De maandkalender. Dan hier mijn habit tracker, sleep en mood trackers. Ik vind het gewoon leuk om naar dat soort informatie terug te kijken. Dit is iets wat ik sinds dit jaar ben gaan doen en tot op heden bevalt het me wel. En daarna de losse weekly spreads. Ik vind ze zelf wel heel erg leuk gevonden. Ik vond het sowieso leuk om weer wat extra tijd erin te stoppen. In dit geval weer met waterverf. Ik merk wel dat, ook al kost het wel meer tijd, ik meer voldoening eruit haal. En daardoor ook meer zin heb om mijn journal zelf ook te gebruiken. Dat was het in ieder geval weer voor deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En ja, wil je dus video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!